Stan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Stan Vaste Radio. Sabi. A mirarte el corazón. Y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante. Ik zei het al, er gebeurt heel veel in het vakbondwezen in Suriname. Het lijkt alsof de vakorganisatie, de vakbonden niet meer op één lijn zitten. En ze waren allemaal verenigd in Ravaxuur. En mensen maken zich druk over voorbestaan van Ravaxuur. Ik heb nu voorzitter van PWO, nog een paar bonden, de heer Armand Sunder nu. Meneer Sunder, u bent live bij mij in de uitzending. Dit is Radio Stavast. Goedenavond. Ja, goedenavond. Wat is er gaande in de vakbonderij in Suriname? Wat er gaande is, er zijn een aantal misverstanden. En die hebben geleid tot een aantal acties die zijn genomen door Ravaxuur. Dat is er eigenlijk aan de hand niet veel meer dan dat. Ja. Maar het is allemaal begonnen met uw voordracht als governor voor de Centrale Bank van Suriname. Die werd niet ondersteund door uw collega vakbondsleden. Waarom werd u niet ondersteund? Dat moet u aan hun vragen. We kunnen het alleen maar constateren. Ik weet, dat is misschien de aanleiding geweest, maar er lagen blijkbaar diepgaandere oorzaken hier aan ten grondslag. En het ging overigens om één vakcentrale. C47 bedoelt u? Ja, dat klopt, ja. Wat is uw relatie met C47? Uitstekend. Ja, maar wat zijn die grondslagen dan, wat zo diep lag volgens u? Ik neem aan dus dat u het ene ander bestudeerd hebt voor u mij gebeld heeft. Absoluut. Maar het gaat er namelijk om dus dat de voorzitter van C47 was eerst akkoord gegaan. En daarna heeft hij gesteld dat na het bespreken binnen C47 dat hij zijn ondersteuning had teruggetrokken. Heb ik ook gevolgd, ja. Maar waarom trekt hij hem terug dan? Ik heb zoveel dingen in het nieuws gehoord. Dat kunt u aan hem vragen, dat kunt u niet aan mij vragen. Sterker nog, ik ga vanuit dat hij ook een persoonlijke vriend van u was of is. Dus hij zal u wel off the records dingen verteld hebben waarom hij niet meer achter uw kandidatuur staat. Een aantal zaken hebben in de pers gestaan. Maar ik denk dus dat u dat aan hem moet vragen als u daar antwoord op wil hebben. Maar wat heeft hij tegen u gezegd? Dat vraag ik aan u. Aan mij gezegd is dat het akkoord was. Ja, dat hoorde ik eerst in instantie. Ja, en daarna was het blijkbaar niet akkoord. Maar ik wil dus wel zeggen dat wat u mij nu vraagt, het is een gepasseerd station. Hè? Ja. Ik denk voor zowel voor C47 als voor Armand Sunder als voor PWO. We leven nu in een hele andere complexe tijd in Suriname. Dat te maken heeft met een valutakoers die eigenlijk heel slecht zijn voor de koopkracht van de werkers enerzijds. En in de tweede plaats ook de gevolgen van coronavirus. Mm-hmm. En dat weten we, dat is de actualiteit. Maar u bent ook actualiteit, hoor, meneer Sunder. Ik weet niet of u het nieuws volgt, maar voor mij staat u iedere dag in het nieuws. U functioneren als een soort black leader, een soort Malcolm X. Maar dat is ook beschadigd, toch? Nee, dat is gewoon nonsens. Mm-hmm. Ik heb nooit als zodanig als black leader gefunctioneerd. Maar zo wordt u hier gezien? Ik ben de voorzitter van de Nationale Reparatiecommissie Suriname. Ja. Begrijpt u? En dat werk gaat goed door. Mm-hmm. Had u graag governor willen worden van de Centrale Bank? Ik heb er niet om gevraagd. Die functie is mij aangeboden door de president op basis van
persoonlijke en technische kwaliteiten. Mm-hmm. Dat heeft hij mij tenminste gezegd en dat heeft hij ook neergelegd in een brief waarin mij gevraagd werd om die functie echt te gaan vervullen. Ik heb die functie nooit geambieerd, maar het is wel zo. Dus dat ik het serieus heb overwogen, omdat ik als Surinamer mij verplicht voelde om bijdrage te leveren om het woelige water waarin de centrale bank en het wezen terecht is gekomen, om daar een bijdrage aan te leveren. Maar hoe is het nu met de centrale bank als Surinamer? U bent ter plekke, we zitten in diaspora en heel veel vragen worden mij hier dagelijks de studio gemaild. En hoe is het daar eigenlijk met de centrale bank? In welke water zit het nu? Nou, heel woelig. Het punt is dus dat de centrale bank is zo'n beetje verantwoordelijk voor de waarde van de SRD, hè? En die waarde die zit zwaar onder druk. Er is een koersstijging geweest en nog steeds gaande. Als gevolg van het feit dus dat monetaire verhoudingen verstoord zijn. En er is druk wordt uitgeoefend op de importen. En als gevolg daarvan zie je dus dat die waarde van die SRD toeneemt. Ja, dat is afneemt ten opzichte van de buitenlandse valuta. Ja, ja. Maar had u tijd kunnen keren in, als u governor zou zijn? Want het is heel moeilijk voor de governor als ik de berichten volg. Nou, het is heel moeilijk, maar we komen er wel uit. Het punt is, de mensen moeten de koppen bij elkaar steken. En op basis van dialoog zal men gefaseerd naar een oplossing moeten werken. We komen er zeker uit. Het is alleen zo dus dat er een plan moet worden gemaakt. Hè? Een actieplan. En dat moet worden uitgevoerd. En partijen moeten zich daaraan committeren. Het is niet makkelijk, maar en het is complex, maar het is wel op te lossen. Ja, ja. En in de tussentijd is meneer Roemer benoemd tot de governor. U staat aan de zijkant en u ziet alles. Hè? U bent wetenschapper, dus u weet wat er gaande is. Wat vindt u van de start van meneer Roemer? Nou kijk, laten we in de eerste plaats stellen dus dat Roemer een leerling van mij is geweest. Toen ik namelijk doseerde aan de Universiteit van Suriname, was hij mijn studentenassistent. Het is een hele pintere man. Dat kan ik in de eerste plaats stellen. Maar hij is helaas geen macro-econoom, nog een monetair econoom. Bovendien heeft hij in zijn praktijk geen kennis van het werk bij een centrale bank. Maar desalniettemin kan hij met de medewerking van de anderen deze taak wel aandacht in. Dus u geeft mij nieuws hier, vandaar het leuk dat ik u gebeld heb. Dus Roemer was gewoon een leerling van u. En hij is ook in mijn voetsporen getreden bij Self Reliance, want ik ben de oprichter van Self Reliance. Ja, dat weet ik. En later werd Roemer directeur daar. En nu is hij, u bent er niet geworden bij de centrale bank governor en nu is Roemer de governor. Het klinkt alsof, u zegt het niet, maar ik heb dan het gevoel alsof meneer Roemer niet helemaal geschikt is. Als u naar zijn competentie en ervaring kijkt. Ja, maar dat hoeft niet als hij een goede manager is. En dat is hij zeker. Als je kijkt naar wat hij bij Self Reliance heeft neergelegd. Dan kan hij, als hij een goede staf heeft, kan hij het zeker redden. Kijk, ik heb met name een aantal jaren gewerkt bij de Nederlandse Bank op de geld- en kapitaalmarkt. En in gesprek toen met de president daar, dat was toen meneer Wim Duisenberg, heeft hij mij gezegd, en dat is mij bijgebleven, dat de centrale bank
even sterk is als de kwaliteit van haar staf. Die bepalen de kwaliteit van de centrale bank. En hetzelfde geldt dus ook hier in Suriname. Als, als Roemer in staat is om de medewerking te krijgen van al die slimme mensen bij de centrale bank. En als die slimme mensen er zijn, dan komen we er zeker uit op laten we zeggen, de lange termijn. Maar korte termijn, daarvoor is het heel te gecompliceerd. Ja, ja. En hoe kijkt u naar de staf dan? Om terug te gaan naar wijlen meneer Duisenberg, wat u geleerd hebt, kijken naar de staf. Hoe kijkt u naar de staf van de Centrale Bank in Suriname? Nou, die moet wel heel erg versterkt worden. Dat is wel een feit. Niet goed genoeg? Nee, niet goed genoeg. Moet absoluut versterkt worden. En ik denk dus dat een aantal mensen uit de diaspora, want ik weet zeker dat je hele goede Surinamers hebt qua kennis van hun vak, die bij de centrale bank of bij andere banken zitten, die zouden echt van betekenis kunnen zijn hier. Oké, okay, dus dat is duidelijk. En wat wordt er nu gedaan dan? Want het is zo, Roemer komt niet naar buiten. De informatie vanuit de centrale bank is heel sumier. Dat werkt niet gelijk vertrouwen. Deelt u die mening ook? Nee, niet helemaal. Kijk, Roemer moet eerst inventariseren wat hij daar is komen aantreffen. Welke lijken zitten er in de kast? En daarna kan hij pas naar buiten komen. En het is aan te bevelen dat hij tussentijds wel de gemeenschap, laten we zeggen lokaal, regionaal en internationaal informeert middels persberichten. Zodat er geen stilte is in die bank, maar er zijn tenminste persberichten. En wanneer het duidelijk voor hem is wat hij heeft overgenomen, dan kan hij met een plan naar buiten komen. Want men wacht eigenlijk op het plan. Ja, dus hij moet met een plan komen. Dat lijkt me logisch, ja. als hij wat hem ook nu op zijn bord ligt, is het contract dat er getekend moet worden met de bankiersvereniging. Ik hoor dat het contract al bijna rond is. Ik sprak iemand van de vereniging, van de SBV. En die zegt dat er nog een punt over onderhandeld moet worden. Vrijwaren, een clausule van vrijwaring van dat mensen niet strafrechtelijk vervolgd zouden kunnen worden. Kunt u mij dat uitleggen waarom er zo'n clausule bij hoort? Omdat de mensen die daar werken niet opgesloten willen worden als er verkeerde dingen zijn gedaan. Ja. Maar daarom is het een heikel punt, toch? De centrale bank wil blijkbaar die tekenen. Ik ken het contract overigens niet, maar ik weet evenveel als u weet. Ik denk dus dat dat speelt. En wat eigenlijk vrij logisch is, zeker voor Roemer als hij het moet tekenen, vanwege het feit dus dat hij niet weet welke lijken er nog in de kast zijn. En wat hij wel weet is dus dat zijn voorganger, die zit nu in de bak. Bij u dus, het is wel een hele complexe situatie. Maar daarnaast zijn er nog andere zaken, want die koers die moet gestabiliseerd worden. CQ, hij moet naar beneden. Daarnaast spelen allerlei prijsverhogingen in de reële sfeer van de economie spelen een rol. Dat moet ook naar beneden. Daarnaast zijn de overheidsuitgaven al relatief hoog. En door het vraagstuk van dat virus gaan die overheidsuitgaven niet dalen, maar ze gaan stijgen. Dus er zijn diverse, hele gecompliceerde vraagstukken die tegelijkertijd lopen. Ja, ik denk, u moet achteraf blij zijn dat u dit bent geworden, want het lijkt mij daar een soort kerkhof. Ik ben er niet blij om, omdat mijn leven heeft voor een groot leven staan uit het oplossen van complexe vraagstukken. En omdat ik weet dus dat we er wel uit gaan komen, zou het echt een uitdaging zijn.
Wij lezen ook hier in diaspora en dan maken we ons druk. Er zijn economen die ooit geroepen hebben dat als je kijkt nu naar de importdekking, dan is het nog voor minder dan een maand. En hoe ver is dat waar? Nou kijk, je moet natuurlijk de juiste cijfers hebben. Maar het zou best waar kunnen zijn. Maar dan moet je oplossingen voor zoeken. Toch, je kan het wel constateren. Maar oplossingen voor zoeken, dat is het meest interessante. Maar hoe ga je dit nu oplossen? Ja, dan nog bij de Centrale Bank. De president had u gevraagd per brief van meneer Armand Sünder. U bent capabel genoeg om onze Centrale Bank uit de slop te halen. U wilde het wel, maar krachten buiten u om, die hebben ervoor gezorgd dat u dit bent geworden. En dan praat u met de president. Een van de vragen die ik als eerste aan u zou stellen van... waar is de kasreserve naartoe? Dat zou u toch moeten weten. Nee, tot zover zijn we nog niet eens gekomen. Want aan de president zou ik vragen van ik moet even inventariseren wat het probleem is. En dan had ik dan een lijst met zeker 50 vragen. Begrijpt u? Ja, ja. En maar op dat punt zijn we niet gekomen. Want je springt niet zomaar van de Bosjebrug, toch? Maar dan ga je dood. Je moet dus eerst inventariseren van wat voor vangnetten er zijn en hoe hoog liggen die vangnetten. Ja. Ja, dus dat gesprek zou nog komen. Ja. Maar ook, u bent econoom, u vooraanstaand, met aanzien in de samenleving, in Suriname, ook hier. Hebt u enig idee, want dat is wat mensen willen weten, waar het geld naartoe, meer dan 100 miljoen aan kassareserve, hebt u enig idee waar die naartoe is gaan? Nee, niemand heeft nog een idee, behalve de mensen die acties hebben gepleegd. Dat is een van de zaken die voortdurend worden gevraagd in het parlement. En ik denk wel dus dat het naar boven gaat komen drijven. En waarschijnlijk gaat Roemer dat bekendmaken. Want dat was voor zijn tijd. Ja, ja. Dus hij zal het onderzoeken en dan wel bekendmaken, neem ik aan. Wie zijn Want anders gaat het hem achtervolgen. Ja, het achtervolg heel Suriname, het achtervolg de bank. Ja, ja. Ja. Maar wie zijn die mensen dan die tegen de clausule zijn? Ze willen een clausule hebben voor vrijwaring. Wie zijn ze dan? Waarom? Ik denk dat het de staf bij de centrale bank is. Maar de staf... Dat denk ik. Ja, want kijk, de governor voor Roemer, die zit dus in de bak. Maar hij had een staf waarmee hij werkte, een directie. En zeer waarschijnlijk zijn het die mensen. Maar ik zou het dus niet weten, weet u. Bij de centrale bank weten ze dat. Ja, maar ik denk als de baas al opgesloten is, ja, dan kan je even goed ook die tuinman ook oppakken. Die kan het toch niet? Nee, maar je moet wel bewijzen hebben. Je kan de tuinman niet zomaar oppakken. Ja, oké, dat is waar. Maar hebt u nog één vraag? Want een hele groep mensen zit op mij te wachten. Ik weet dat u een hele drukke man bent op dit moment. Ik wil het hierbij. Ik wil nog een laatste vraag aan u stellen. Hoe staat het? Wij hebben nu het gevoel alsof door deze hele zaak de vakbeweging nu totaal verdeeld is. Dat is een feit, toch, meneer Sünder? Nee. De vakbeweging is niet totaal verdeeld. Vier vakcentrales. Alle vakcentrales zitten nog officieel in Ravaksuur. Dat in de eerste plaats. Inclusief C47? Ja, inclusief C47. Okay. C47 heeft zich niet teruggetrokken en C47 is ook niet uitgezet. Wat er is gebeurd is dus dat de meerderheid heeft besloten dat meneer Berenstein geen woordvoerder meer is. Voorlopig. Okay. Ja, oké. Okay. Ja, dat besluit is genomen. Maar voor de rest is geen... En dat het secretariaat naar CLO is gegaan. Ja, dat lijkt als rancune. Rancune is tegen Berenstein en zijn C47. Nee, het is geen rancune. Het is een besluit genomen op basis van het feit...
Kijk, de vakbeweging in Suriname zou in een unieke positie worden geplaatst. Dus dat uit hun gelederen een persoon is aangewezen als governor van de centrale bank. Ja. En dat besefte het grootste gedeelte van de vakcentrales, maar C47 won dat niet. En het besluit is toen gevallen door die meerderheid dat er die en die besluiten tot nader orde moesten worden genomen. Oké. Meneer Snijder, ik ga u niet langer ophouden. Ik wil u bedanken voor deze toelichting. En ik wil u binnenkort weer bellen, want er zijn zoveel zaken waarover ik u zou willen spreken. Over andere, over reparatie, over vakbeweging. En zullen we dat afspreken, ja, dat u binnenkort weer een andere keer met u belt? Er is ook interessant, hè? Er is een artikel van mijn hand vandaag gepubliceerd, ja? Op Star News. Heb ik ook gelezen. Waarin ik de micro- en macro-economische gevolgen van dat coronavirus op de Surinaamse economie analyseren. Kort, misschien kunnen we daar een keer over praten. Één minuut. Wat zijn de gevolgen? Wat zullen de micro- en macro-economische gevolgen zijn van coronavirus in Suriname? Kort. Dat gaat lukken in heel kort. Het artikel van 8 pagina's. Ja, ja. Dank ja u. Misschien kunnen we daar een volgende keer over praten. Maar ik moet nu echt weg. Ik dank u wel. Ik laat het wachten. Wetenschapper, de heer Armand Sünder, dank u voor die tijd en die toelichting. Oké, graag gedaan. Dank u. Tot een volgende keer. Er is Radio Standvaste. U bent live en zometeen praat ik nog meer mensen, hoor. Spreek ik met... Standvaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Standvaste Radio.